Want hier is goede mushrooms. En... Oh god. Oh, hi! Ha! Ja! Wat moet ik hierover zeggen, hè? Oké, there we go. Activate. Okay, ik weet niet hoe lang dit ding de weg is. Master Chiefs. Misschien was dat het. Dat bij sommige dingen vliegt de ding niet weg. Is dat niet nodig om weg te vliegen? Oké, maar wat heb ik nu gewoon locked eigenlijk? Mycelia. We kunnen de biomass maken van mushrooms. Oké, cool. En we hebben fabric. En die maak je met mycelia en met biomass. Ja, en ik weet niet wat we uiteindelijk met fabric kunnen doen, maar dat zal uiteindelijk wel een nieuwe material zijn. Oké, in ieder geval. Interessant. Nou, ik denk niet dat ik een nieuwe research nog ga doen. Laat me even zitten. Wat ik dus dan nu wil doen is, ik wil gaan exploren. Dus we hebben eten mee voor regen, mochten we moeten vechten, wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Ik laat voor de rest het allemaal lopen, want dit ding kan nog wel eventjes met de fuel rolls die erin zitten. De fuel dingetjes. Dat is oké. Dus wat is deze hele biome? Nou, de biome is alles wat nog steeds deze graskleur heeft. En dan wil ik gaan scouten naar resources, dus we kunnen doen met C. We kunnen op zoek gaan naar limestone, naar copper en naar iron. En dan kunnen we kijken of we een plek hebben waar veel resources bij elkaar zit. Want iets wat ik ook van plan ben, en daar ben ik nog niet over gegaan, is ik ben erachter gekomen dat dit gebied redelijk klein is om grote fabrieken te maken. Dus dit is goed voor nu. En ik blijf hier nog wel een klein beetje bij met het automatiseren van de plates, de reinforced plates en misschien zelfs al de rotors en de frames die daarna komen. Die wil ik dan ook nog wel automatiseren hier. Maar daarna wil ik op een nieuwe plek gaan zitten waar meer Wat dan? Oh. Oké, ik weet niet waarom de leaves aankomen, want de bomen is hier weg. Maar whatever. Ik wil dus een nieuwe plek zoeken met meer research spulletjes. Waardoor ik dus... En ook meer ruimte, dat is het belangrijkste. Waar ik dus een grotere base kan neerzetten. En ik weet al dat er daar ergens een grote plek zit. Dus daar gaan we straks naartoe. Maar eerst wil ik gewoon via de rand gaan van het gebied. Dus ik wil de hele rand afzoeken en dan een beetje in het midden gaan. En dat wordt dus deze laatste episode, denk ik. Ik denk dat het gewoon één episode wordt. En misschien is het ook nu wel een goede tijd om wat te gaan uitleggen met de kwaliteit van mijn video's. Dus zoals jullie weten, deze hele sessie tot nu, of deze hele serie tot nu toe, had af en toe wel eens last van lage frames, frame drops. Of dat het een beetje storend was om te kijken. En dat heb ik al zo dus nu opgelost. En hoe ik het heb opgelost is, ik heb mijn drivers geüpdate. Want blijkbaar waren mijn drivers nogal outdated, maar daar praten we even niet over. Het belangrijkste wat daar nog naast is, is dat ik heb nu mijn recording gezet op 30 fps in plaats van 60. En de reden daarvan is, op 60 fps was er gewoon echt iets mis met OBS of met mijn computer. Er is iets wat het gewoon niet kan handelen. Ik weet niet of mijn computer outdated is. Ik heb redelijk recent nog een update gedaan. Het enige wat outdated is nu een beetje is mijn grafische kaart. Dus waarschijnlijk ligt het daar dan aan. Dit is trouwens de rand van het gebied. Dus we gaan hier langs lopen. Oké. Ergens op zeg maar. Dat ga ik hier nu nog niet doen. Want we kunnen niet echt lekker over opklimmen. Dus dat is jammer. Hier vond ik trouwens die Mercysfeer. En dit pontje. 30 fps is goed genoeg voor nu. Het is bijna hetzelfde en daardoor hebben we minder dropped FPS überhaupt. Dus dan is het iets fijner om te kijken ook. Ik heb een beetje geëxperimenteerd en ik vind het een stuk fijner. Ik zie daar twee rushers al daar meteen. Aan de rand van de kreten hier. Daar hoeven we trouwens niet naartoe, want dat is aan de rand van de dingen. Ik wil het echt in deze biome houden. Misschien dat ik ergens een klein beetje even ga pieken als ik zeg maar iets zit waarbij ik niet zeker weet of het een nieuwe biome is of zo. Zeg maar. Dan kan ik misschien een klein stukje naartoe lopen of zo. Een beetje erin lopen of als ik... Weer een cave of iets dergelijks. Want we hebben meerdere caves. Kan ik daar ook iets doen. Maar ja. Ik heb het nu op 30 fps gezet. Tot ik een upgrade ga doen van mijn grafische kaart. Het is nu een 780. Van GTX. Van Nvidia. Dus. Oh. Oh god. God zit hier ook. Wat gaan we doen? Gaan we chargen? Ja. Daar komen ze. Oké. Okay. Die. Yes. Oké. Okay. Waar is het ander? Oh. Die kon daar aanzetten. Daar zo. En there you go. Hot check boy af. Oké. Nou, awesome. Dus laten we verder exploren. Dus hopelijk is het goed. Ik denk dat ik alles in 30 fps ga houden. Al mijn gameplay. Maar dat maakt niet zo gek geluid. Want ik vind de meerwaarde van 60 fps op 400. Of op 3. 400 fps, jammer. De meerwaarde van 60 fps op 30 fps niet super groot. En hallo. Kom hier jij.
Ah, oh, ik wist niet dat je al dood ging met twee klappen. Sorry. Anyway, laten we kijken. Oh, daar vliegt ook een ding. Ja, we kunnen hier niet echt heen, want die zit allemaal van dat poisonous stuff. En hier zitten meer chargers. Ben ik hier veilig op deze steen? Yes, oké, haha. I'm safe on stones. Goed nou. Ja, ik heb dus ook gespeeld met... ik weet niet of ik dit al heb verteld. Het kan ook zijn dat ik dit nu twee keer vertel. Maar ik heb... voor mij heb ik dit al verteld. Maar voor de zekerheid, ik zeg het gewoon nog even heel kort. Ik heb met iemand anders... heb ik offscreen al een beetje verder gewerkt. Aan, hoe heet het? Aan een nieuwe wereld. Zeg maar, een nieuwe wereld van Satisfactory. En daarmee zijn we al iets verder dan we nu zijn. En daarom weet ik ook wel kleine andere dingetjes. En ik weet dat er... hoe heet het? Dat er varianten zijn van de agressieve monsters. Die ook groot kan zijn en andere effecten hebben, zeg maar. Dus, en dat zijn dan alfa's, van wat ik heb begrepen. Oeh, we hebben een wrekkers weer. We hebben een nieuw wrek. Oh, en we hebben een... Oké, kom jij. Oh, ja. Oké. Dit zijn nieuwe creatures. Die ik volgens mij ook nog niet heb laten zien dan. Deze schieten fireballs en hebben veel meer levens. En zijn een stuk sterker dan die rushers die ik tot nu toe heb gezien. Kom op bij. There we go. Maar het dropt ook iets anders. En dat is alien organs. Ja, we hebben wat nieuws. Oké. Okay. Laat ik hier even rondkijken. Dus we hebben hier wires. We hebben hier motors. En motors is iets super advanced al. Dat ik hier al kan vinden. Oeh, plates. Yes, please. Oké, okay, meer motors. Oh man. Motors is nice. Oké, okay, jou. Meer plates. 27, hell yeah. Dat is nice. Zit hier nog iets stuff? Nee, ik denk dat we alles hebben gepakt hier. Dat is cool. Maar waar ik gebleven was is... Ik weet dus nu ook al wat meer van die alfa's af, zeg maar. Ik weet überhaupt dat er alfa's zijn. En dat die sterker zijn dan de normale dingen die ze nu hebben gekregen. En ook van deze dingen waren alfa's, volgens mij. En die schieten op een hele andere manier of zo. Ik weet in ieder geval... Precies weet ik het niet, maar we hebben hier een droppot. En... Oeh, we hebben hier elektriciteit voor nodig. We hebben stroom nodig om dit ding te activeren. Om te repareren. Want nu kan ik dit ding niet openen. En ik wil bij de spullen die hierachter zitten... Jammer. Dus dan moeten we hier uiteindelijk een ding naartoe brengen. Dus dat komt wel. Ik bedoel, het is niet gek ver weg. Ik denk dat ik het 100% nog wel een keer vind, zeg maar. Ik bedoel, daar is mijn... ja, je kan het goed zien. Dit is een goede landmark. Je weet altijd waar de beest zit op die manier. Als je niet op de dingetje wil kijken, maar dan maak je. Oh, oh, ja, yeah, there you go. Waar ben jij? Oh, ben jij een alfa? Nee, hè? Je mag gewoon normaal. Ja, yeah, oké. Okay. Want alfa's zijn iets groter en hebben er ook een iets ander... andere kleuren en zo, volgens mij. Oké, okay, kom hier jij. Oh, au. Oh, ik zit in de midden, omdat ik meerdere dingen hoorde. Kom hier. Kom op. Kom bij je zo. Oh, pas op, land whale. Want dat zijn die dingen blijkbaar. Ik heb het ook opgezocht. Dat zijn land whales, die dingen. Dus, heel cool. Nuts. Altijd belangrijk om te hebben. Maar ja, ja, ik weet niet of deze dingen een alpha versie hebben. Ik denk het niet, want deze zijn niet agressief, zeg maar. Dus dan moeten we even naar rekening mee houden. Oh ja. En wat ik ook heb gehoord, maar die heb ik zelf nog niet echt gezien, is dat deze dingen kan je bevriend maken op een of andere manier. En ik weet niet precies hoe. Misschien met eten? Hallo, kan ik je eten geven? Eat to pet. Oh, nee, ren niet. Ik wil je petten. De Lizard Doggo heet dat ding ook. Het is geweldig. Hé, hey, kom hier. Kom hier jij. Ik wil je geen kwaad doen. Ik wil je gewoon voeren. Pet. 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 Oh, wat een pet. Oh, hij kan hem niet petten. Nou ja, uiteindelijk kan je er dus als goed is je huisje van maken. Oké, okay, ik kreeg in één keer enorme drop frames net. Dus daar moest ik eventjes voor cutten. Maar dus als goed is nu gefixt. Ja, er is nog steeds iets mis. Ik weet niet precies wat het is. Zelfs op 30 fps heb ik problemen. Dus er is iets mis. Ik weet niet precies wat. En het is zo moeilijk op te lossen. Ik weet echt niet hoe ik het kan oplossen. Ik moet een keer heel goed aandacht gaan doen. En ik denk dat ik misschien wel een keer wil gaan opnemen met iets anders dan OBS. Want echt, het is sinds kort is dit gewoon een probleem. Dus ik weet niet wat het is. Het kan zijn dat het aan OBS ligt. Het kan zijn dat het aan mijn settings zijn. Het kan zijn dat mijn grafische kaart gewoon niet meer goed is. Omdat ik hem echt al heel lang heb. De grafische kaart is best wel oud al. Dus bestaat misschien een kans dat ik mag upgraden binnenkort. Maar ja, voor nu moeten we het even meedoen. Dus hopelijk is het maar heel af en toe een keer zo. En kan ik het op tijd zien. Dat is het belangrijkste. Oh, dan laten we verder exploren in ieder geval. Oeh, hier hebben we al van alles en nog wat. We hebben daar een brug, zo te zien. Laten we kijken, ik kan naar die bruggen. Oké, ik neem mijn wapen vast in de hand. Want je weet het, bruggen
Zij worden meestal bewaakt door trollen of zo. Oh, ik zie er al iets op staan. Nou, even goed horen of er niks anders in de buurt is. Oké. Okay. Nou. Jezus, wat is dit hier? Oeh, dit is een area. Holy crap. Kan ik daarheen? Maybe. Ik weet niet of dat nieuwe biomes hebben, nee. Maar eerst wil ik hierboven kijken, want ik zie hier... Oh, een Mercysphere en... Oh god. Wacht, ben jij een alpha? Oh, Jesus. Oh. Ja, jij ziet uit als een alpha. Oh god, dit is flink wat groter. Oh no. Die, please, die. Oh no, oh no. Oh god, dat was 100% een alpha. Oh no. Steen. God, oh, hij is niet blij. Oh nee, die is ook, dat is ook niet blij. Oh shit. Help! Help me! Oh no. Steen. Oh god, oké. Okay. Die steen kunnen ze over. Oké, okay, eerst de wreckers weer. Stop following! Ik hoor nogal gerumbling daar. Waar ik niet zo blij van word eigenlijk. Oké, okay. Anyway. Vol eten. En let's go. De spullen pakken. Terug op weapon stands en beginnen we aan te vallen, anders weet ik niet wat ik kan doen hier. Oké, hup. Krappel. Dingen. Equip. Nee, fuck. Equip. Het is goed genoeg. Oké. Okay. Toch niet goed genoeg. Alright. Kijken of we hem nu kunnen uitschakelen, dat ding. Hopelijk ben je niet geregend. Oké. Okay. Oh, Jesus Christ. Daar. Kom op, daar. Nee. Nee. Kan ik... Oh! Oh! Bye! Oh god! Is hij dood? Wat hel! Oh jee. Ja. Ga er ook af, jij. Jesus. Oké, dat ding is slimmer. Dat doe je, hè? Ik weet niet of dat ding daar nog leeft of dat het dood is. En jij hebt trouwens een Mercysphere. Oh ja, er is ook iets cools met deze dingen. I strongly advise you to harvest this specimen. I strongly advise you to harvest the specimen. Dit ding praat dus tegen je op dezelfde manier hoe bij Subnautica. De PDA tegen jou praten was van... Zwem dichter naar this creature. Harvest. Dat is zo cool dit. Precies hetzelfde. En dat vond ik echt super sick. Het is heel creepy. En ik ben ook heel blij dat deze dingen het ook hebben. En blijkbaar hebben die andere, die rode dingen... Die hebben dat ook. Die ik ook al eens eerder een keer had gepakt. Oh. Gaan we nog wat doen? Oké. Dat is een crash. Denk ik. Ja, oké. Ik ben terug. Hoe ver is dit gerolbacked? Oh, wauw. Dit is voor de eerste encounter of zo? Volgens mij was dit voor de eerste encounter. Ik weet even niet zeker meer hoe ver ik nu terug ben. Maar we gaan even dit eten. Ja, ik denk dat dit... Ja. Ik denk dat dit de eerste ding is. Dus laten we kijken of we nu dat ding aan kunnen. Ja. I strongly advise you to fuck off. Nee. En is hij af? Oh Jesus! Nee. Just die. No. Oh nee, de kleine. Oh! Nee. Kutdingers. Oh my god. En nu ligt het beneden. Oh my god. I swear to god. Die alpha is super moeilijk om uit te schakelen, hè. Holy crap. Oh. Oké. We zijn zeg maar bij dat enorme pad wat we net zagen. Nou, kom vanaf daar. En dat is het gebied waar ik zat met die andere sessie dus. Wat ik al heel tijd over aan het praten ben. Die alfen zit daarboven. Hopelijk nog steeds. Ja, en daar is mijn dingen. Dammit. Helemaal daar afgetiefd. Oeh, wauw. Ik zie al heel wat sneeuws en zo. Oké. Oh, en ik zie er ook een ding. Rap. Equip. Jou daar. Oké, there you go. Ja, gaan we vechten. Au. Ja, jou kan ik... Jullie kunnen... Kan ik wel... Oh. Niet te snel voor jou. Ik wil zeggen, jou kan ik wel aan. Au. Jesus. Ja, het doet minder damage. Er is één zo'n charge van zijn alpha hawk. Dus het doet enorm veel damage. Oké, een alien organ. Weer een alien organ. Oké. Ik denk dat jullie die wel hebben gezien. Ondertussen. Ik ben echt aan het debaten om hier naar beneden te gaan. Het ziet er super spooky uit en alles. En aangezien we hier al niet op mochten. Vanwege die alpha. Wil ik niet weten wat daar zit eigenlijk. Ergens wel. Ergens ook het wel weten. Laten we gewoon kijken. Het ziet eruit als een enorme valley. Een enorme crater bijna zelfs.
En ik zie... Oh, dat zijn nieuwe dingen. Er spannen nieuwe dingen hier. En ik zie hier... Is dat ook een... Is dat de normale? Dat is normale, ja. Dat is een normale. Zeg maar, de alfa die heeft horens op de mond. Zo kan je het makkelijk herkennen. En deze... En de alfa's gaan niet dood in 2 of 3 klappen, zeg maar. Dat is ook een leuk belangrijk ding. Oh. Hallo. Aha. Ik heb stunts. Hey, kom hier. Hier rennen. Ja. Oké, ja, die kan ik dan wel aan. Oké, maar niet te snel. Ja, want ik heb niet zoveel eten meer. Jesus Christ. Oké, er zitten hier whales. Hallo. Land whales. Wat zijn dit? Oké, ik kan er gewoon op staan, blijkbaar. Ik zie nog niks anders speciaals. Oh, ik zie er weer van die poisonous hives. Oh, dat ben jij gewoon. Oké, laten we eens een keer scannen of hier dingen zitten. Kopper. Zit hier ergens kopper? Oeh, 3 nodes vlak bij elkaar daar. Oh, damn. Eentje daar. Oké. Oeh, er zitten hier gewoon 3 kopper nodes dus. Laat ik dat trouwens via boven benaderen. En ik ga trouwens ook kijken voor andere dingen. Dus limestone. Zit hier limestone in de buurt? Oh, daar zo ook. Daarboven. Daar zitten er 2. Helemaal daar. Dus een eind weg. Oké. En hoe zit het met iron? Zit hier iron in de buurt? Nee, geen iron. Ja, een eind weg. Oké. Dus dit is misschien een interessante plek om koper vandaan te halen als het een beetje goede nodes zijn. Dus ik wil even snel daar dan gaan kijken. En dit is eigenlijk wat ik bedoel. Je moet gewoon gaan exploren. Tot je nieuwe dingen vindt. Zie er 1 creature zie ik er zitten. Zou ik aan moeten kunnen. Oké, dus wat is dit? Normal copper nodes. Normal copper nodes. Oh jee. Oh god. Oh no, 2. Oké, ik hoor het flink vechten. Oh. Dammit. Hey. Oh, kunnen jullie elkaar aanvallen? Oké, was voor jou. Okay, dit is. Oppassen. Oh, die. Ah, oh, Jesus. Die. Oké, hij is dood. Maar niet voordat hij een flinke aantal klappen heeft kunnen doen. Dat ding had ik al opgepakt. We hebben hier normal. En wat was dit? Normal. Oké, we hebben 3 normal copper nodes. Dat is op zich best goed. Dat is beter dan 1 pure. Dat is 1,5 pure, zeg maar. 3 normaal. Dus ik denk dat ik hier misschien wel een keer een factory wil maken. Zeg maar, dan maak ik hier 3 koper en dan vervoer ik al het koper terug naar mijn main base. Waar het dan ook gaat zijn. Dat is heel interessant. Oké, ik denk dat ik het nu al heb gezien. Ik weet niet wat dan de andere kant is. Volgens mij, zeg maar, heb ik daar wel al wat gezien, zeg maar. Dat daar iets van een cave zit of zo. Maar dat gaat volgens mij ook naar een compleet nieuwe biome en alles. En dat wil ik dus nog niet doen, zoals ik zei. Ik wil echt in dit gebied blijven en deze episode gaat anders wel heel lang worden. Dus ik denk dat het toch 2 episodes wordt. Maar ja, we gaan in ieder geval door. Want we hebben nog maar 1 deel van deze biome ontdekt. Dus laten we een keer naar de andere kant gaan. En kijken wat daar zit. Weet je wat, laten we een keer naar het midden lopen. Oh ja, hoe heet het? We komen nu... Oh, ik hoor al... Ja, ik hoor daar een ding. Het is een charger. Ja, met... Nee, ik zat er veel te ver weg. Kom hier. Wat ik wil zeggen is, hier herinner ik me ook nog iets dat hier achter een cave zit. Zeg maar hier... Oh, oh Jesus! Oh god, daar schrok ik van. Is dat een... Wonen jullie in die cave of zo? Hallo? Jesus Christ. Ja, want hieruit komen jullie gestormd. Oké, ik wist dat dit er namelijk zat. Maar dat is alles. Kijk, want hier is goede mushrooms. En... Oh god. Oh, hi! Ha! Ja! Wat moet ik hierover zeggen, hè? Oké, dit heeft ook wat uitleg nodig. Oh, ik wist niet dat hier zo'n ding zat. Dit. Wat je hier ziet. Deze kat. Is eigenlijk. Options. Gameplay. Arachnophobia mode uit. Oh, ik moet wel even apply doen. Gameplay. Arachnophobia mode uit. Apply. Confirm. Een spin. Dus wat er net op me afkwam, was een spin. Maar er is dus een mode, waardoor je kan aangeven van, ik wil die spinnen niet zien, ik wil dat het katten zijn. En dat vond ik zo geniaal, dat ik het ook heb gebruikt. Oh god. Ja, je hebt dus spinnen in dit spel zitten. Oh, er zit er eentje. Oh god. Zitten er meer volgens mij.
Ik weet niet, ik zag er eentje wegskietende daar. En dan kwam er eentje via daar. Holy shit, dat was scary. Oh my god. En daarom vind ik het ook ergens ook wel fijner om te werken met de arachnofobia mode. There you go. Confirm. Yes. Want dan kan je dus die katten zien. Er zijn altijd andere dingen. Zit er nog eentje? Ja hoor, hij zit erachter. Zie je hem daar? The bastard. There we go. Got him. Oké, maar dat is dus super creepy als je die niet ziet. Dus als je geen arachnofobia mode hebt. Oh my god, dan wil ik hier niet, graag zijn. Oké. Ah, hier zit dus zo'n ding. Zo'n sommersloep. En die dingen die hebben hetzelfde effect met als tegen je begint te praten, zeg maar. Van harvest me. You need me. En dat soort shit. Oké, we gaan die kant op. Kijken of we nog wat katten kunnen vinden dus nu. Oké, het gaat daar verder. Dus dit is super creepy. En we zijn eruit. Oké, dus dat was het. Thank god. En waar zijn we nu uitgekomen? Oh god, oh. Oké, chargers. Die, die, die. Oh, nog één. Waar ben jij? Waar is die tweede? Hallo. Daar zo. Oh, Jesus. Hoe die over die stenen duik. There we go. Oh, afronden. En there we go. Got him. Oké, ja, we gaan niet veel van deze carapissen vinden. Geen idee waar we dat precies mee kunnen doen. We hebben hier impure iron. Dat is jammer. En dit is ook impure. Twee impure naast elkaar. Dat is net zoveel als één normaal, maar dat is best jammer. Hallo, ik ga jou niks doen, doggo. Rustig maar. Lizard doggo. Wat is het hier dan eigenlijk allemaal? Limestone. Oh, is het daar limestone? Oh, oh, meerdere plekken, ja. Oké. Iron. Dus via die impures 2. Oh, jezus, dat zijn 4 iron nodes daar. Wat? Laat ik daar maar even kijken dan. Waar kan het zitten? Man. Ah, dit gaat echt zo lang duren. Ik had echt verwacht, oh, we kunnen hier wel even snel doorkijken. Het zal niet lang duren. Maar nee, het is echt lang om hier door te gaan. Deze map is zo groot en zo chockvol ook met dingen te doen. Het is vooral ook vechten en gewoon scannen voor items. Maar alsnog. Impure. Oh, hallo. Oh, daarboven. Impure. Is het allemaal impure of zo? Oh. Aha. It's over, Anakin. Iets over high ground. Yes. References. Oké, okay, nou, anyway, dus we hebben hier impure, yep, en dan zal dit ook wel impure zijn, zeker. Oké, okay, nou, het is misschien 6 keer impure wat hier ligt bij elkaar, maar het is 6 keer iron. In totaal is dat 2 of 3 keer normaal. Hetzelfde met de koper die we hadden. Awesome. Maar volgens mij weet ik dat hieronder, zeg maar, als je daar een beetje stukje terug gaat, dan wat naar beneden gaat, zit daar volgens mij ook 3 nodes, maar die zijn normaal al meteen, dus daar hoef ik minder moeite voor te doen. Oké, okay, dit gaat... Volgens mij naar een nieuw gebied. Ik weet het niet zeker. Ja, ik wil gewoon op deze vlakte zouden eigenlijk. Om het toch een beetje te besparen. Als we echt gaan op expeditie gaan, doen we wel als we vehicles en zo hebben. Want dat is ook iets wat we uiteindelijk kunnen doen. Ja, laten we gewoon daar naar beneden gaan. Dit is een heel gebied waar we nog niet zijn geweest. En laten we dit even achterwege. En dan kijken we straks nog even die kant op. Oké, okay, ja, we komen hier aan op het gebied waar ik, hoe heet het, dus bezig ben geweest al. Want dit is een heel mooi gebied om te beginnen. Heb ik al gemerkt. Oké, okay, nee. Nee. Zeg maar, dit gebied hier heeft heel veel resources. Dit zijn dus die 3 iron nodes waar ik het over had. Dus 3 normale iron nodes. Superveel iron dus. En enorm veel ruimte hierachter. Ja, je hebt hier dus een paar losse stenen liggen. Iron, iron en iron. Ze zijn allemaal normal. En dan heb je volgens mij daarboven koper liggen. Daar. En dan heb je ook 2 plekken met impure... hoe heet het? In pure limestone. En een stukje daarboven, op die heuvel, daar ligt pure. Heb ik al gemerkt. Hier, ik kan het gewoon even laten zien. Limestone. There you go. Plop. Dus impure. Daar is ook impure. En dan iets verder daarboven, daar zo ergens. Hij liet het ergens zien. Lag in ieder geval een pure dingetje. Het enige nadeel is, met deze enorme ruimte, je hebt dat daar. Een enorme stuk steen met van die poison gas dingen eromheen. Dat is het enige nadeel. Okay, maar ik wil even hier naar boven lopen voor die power slug die ik hier zag liggen. En er zit er ook eentje daarboven, maar daar ga ik nu nog niet om. Oké, okay, hoppakee. Green power slug weer. Jawel. Dus ja, ik zit aan te twijfelen om dan hier ook mijn main base te gaan maken in, hoe heet het, in de let's play. Voor de let's play. Voor deze dingen. Oh, hallo. Ik hoorde iets heel moeilijk ademen. Oh, was jij daar gewoon weer? Beetje verstopt tegen de muur. Laten we verder kijken. Laten we richting de rand van de map gaan.
Oeh, ik wil eigenlijk daar bovenop. Ik wil weten wat daar bovenop ligt. Dat is een heel interessant punt. Ik zag hier een powerslug weer, ja, op deze steen. Ja, er zitten veel enemies hier. En ik hoop dat ze niet respawnen. Dat zou namelijk fijn zijn. Ik zie daar weer een powerslug. Allemaal van die stenen liggen powerslugs. En daar liggen powerslug? Jesus. Oké, ik denk dat ik daar eventjes goed... Oh, daar liggen summers dingen op. Dat is een summersloop. Oké, wat hebben we hier? Een slug. Oh, wacht even. Ik vertrouw dit weer niet. Ja, chargers. En volgens mij zit hier een cliff. Ja, dus, oh ja, ik herken dit weer. Daar. Okay. There we go. Dus zijn ze dat allemaal? Of zitten er nog stiekem? Zijn er meer dan twee? Want ik heb ook al gebieden tegengekomen met solo exploring. Van vier van dat soort dingen bij elkaar. Oh, hallo. Oké. Okay. Oh, daar zijn we de spiders. De katten. Die. Oh, what the fuck? Die. De katten. Deze ligt ook gewoon. Hallo, met z'n freckles. Oké, ja. Dit is een spider cave. Kijk, okay, daar komt weer katten aan. Dat is awesome. Die dingen doen volgens mij ook bijna geen damage. Oké, okay, als ik een nieuwe kat vind, dan ga ik hem even... Ik weet niet. Ik zit echt te twijfelen. Zal ik het afzetten dat of zal ik het houden? Ik hoor iets. Ergens vind ik het namelijk geniaal. Oh, wat kwam je nou uit de muur? Oké, okay, daar komt hij. Oké, okay, je hoort wel dat hij probeert aan te vallen. Ergens vind ik dus geniaal, die katten. Het is nog steeds creepy als hel. Oké. Okay. Stilletjes. Oh, oh, ik hoor iets. Oh, 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 oh! What the fuck? Oh god, ik dacht dat je iets anders was, je bitch. En dat je een spider was of zo. Ik schrok me de tyfus. Oké, je bent down. Maar hier zat nog een spin achter, volgens mij. Ja, daar. Oké, okay, nu wil ik zo gewoon even zien hoe ze eruit zien normaal. Zie hoe snel ze zijn. En ze zijn best wel agressief nog. Oh. Oké, okay, maar ze zijn snel te doden. En ik weet ook dat ze... Jezus, die zijn creepy. Ik ben nog aan het twijfelen. Wat zal ik doen? Zal ik de katten doen of zal ik de spiders aanhouden? Ik denk dat ik de katten wil. Want dan zie ik ze zitten. En het is nog steeds net zo creepy. Want ik weet dat het spinnen zijn. Dus oké. Okay. Apply. Yes. Ik weet dat er ook grotere... Ja, hier moet je kijken. Jesus. Ik weet dat er ook grotere spiders zijn. Dus alpha spiders, zeg maar. Daar heb ik wel helemaal geen zin in. Dus ik weet niet. Hou me op de hoogte, jongens. Als jullie echt per se willen dat ik dingen doe... Oeh, dat ik geen katten doe bij echte spiders... Laat me weten en dan zet ik het uit. Voor mij maakt het op zich niet heel veel uit. Oké. Ja, dat is een flinke cliff. En ik ben blij dat ik die chargers eerst heb vermoord die hier zaten. Maar wat ik wel weet is dat aan de overkant hiervan, daar zit coal. Dat weet ik namelijk al. En een pure coal node is ook nog een keer. Dus dat is iets waar ik uiteindelijk misschien mijn coal vandaan wil halen. Maar nu nog niet. En ik kan hier niet echt lekker opkomen, want ik heb geen building materials mee om naar boven te kunnen bouwen. Oh man. Je gaat er zoveel eten heen. En uiteindelijk kan je wel dingen maken die beter werken. Dus je kan uiteindelijk, hoe heet het, maken... zeg maar, rebreeders of zoiets. Dat was het natuurlijk. Maar in ieder geval iets wat je gewoon kan innemen. Zoals zo'n astma ding. Zo'n medicijn ding. Oh, hallo. Ik spring al vol over jullie heen. There we go. Ik heb meer carapace. Okay, ik heb 21 al ondertussen, Jesus. Er zit een slug daar. Oeh, hier zit... Kopper. Hier vlakbij. En maar er zit wel poison daar vlak achter volgens mij. Dat is wel mijn poison ding. En er zit hier weer een charger. En een stick echt van deze dingen. Maar dat is wel mooi. Dus dan hebben we zo meteen bijna heel deze biome gecleared. Oké, okay, dus dit is impure. En impure. Dat is jammer. Is dit alles wat hier ligt? Ping ping. Ja, en direct in de bus al. Oké, okay, dan hebben we nog één plekje top te gaan. En dat is die kant op. En... nu ben ik wel ook al geweest. Zeg maar, het klinkt een beetje stom om heel te zeggen, oh daar ben ik al geweest, oh daar ben ik al geweest, oh dat weet ik al, oh dit weet ik al. Maar op zich valt het reuze mee, want alsnog zijn er heel veel dingen die gewoon nieuw zijn voor mij. Zoals al die enemies bevechten. Ik wist niet dat er dat op die plek zeg maar spiders zaten, dat is ook compleet nieuw voor mij. I had no idea. Oh man. Oh. Waar ben je? Daar ben je. Ik zit vast. Kan je me raken? Kan je me even raken, alsjeblieft? Ik zit vast namelijk. Allemaal vanwege jou, hè? Dan kan je jou niet eens raken. Oh man, waarom zit ik nou weer vast?
Oh, we're stuck here together, boy. We're stuck here together. Oh, man. Weet je wat? Oké, ik weet wat ik kan doen. Respawn. Dat is hoe je jezelf los kan brengen. Oh boy, nou jongens. Alrighty, waar was het daar zo? Hoe ver weg? Veel te ver weg. Dat is de enige niet. Oh ja, je kan de koppernoos nog zien. 1,5 kilometer ver. Ja. Oh nee. Oh nee. Oh god. Nou, dat wordt even gokken bij welke boom ik ben dood zal gaan, jongens. Ik moest namelijk eventjes even reloggen voor iets. En blijkbaar is daarom de dingen kwijt. En wat de hel is dit? Wow. Wat? Is dat een boom? Dit is ook nieuw voor mij. Hoor ik van alles. Oh, er zit nog wel ergens hieronder. Zal ik daar nou, was dat een spin daar? Of was het gewoon iets anders? Anyway. Dit is een apart ding. Zo'n bocht. Oké, ah ja, dat ding. Ja. Ik ben even aan kijken hoe het was. Ah, hier zie je het kool. Vanaf hier kun je het kool iets beter zien. Dus ja, daar zit die koolnode. En er zit echt heel veel van die belangrijke beesten bij. En dan hebben we dat ding. Ik haat nog steeds die dingen. Die zitten gelukkig niet te veel in deze biome. Behalve dus daar. Power slug hier. Gewoon even pakken. Ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik mijn spullen graag terug wil hebben. Vanwege de power slug. De power slug die ik mee had, zeg maar. Ik moet zeggen, deze recording is enorm uit elkaar gevallen. Ik heb heel veel kleine stukjes. Oké, we zijn via hier gegaan. Ja. Dan hebben we die kant op gegaan. Dan hebben we die kant op gegaan. Oké, ik moet gewoon mijn stappen terugvolgen. En dan hopelijk dat die kist er nog ligt. Ik denk het eigenlijk wel, vraag ik. Als het er niet meer ligt, dan moet ik een oudere safe file hebben. 100%. Waarbij ik mijn spullen nog wel had, zeg maar. Want we kijken het eventjes dat ik mijn spullen kwijt wil vanwege zoiets. Was het die boom? We moeten gewoon naar bomen gaan. Een boom waar een slug op zit. Oh, dat is daar. Oh boy. Don't you dare. Ja. Don't you dare. Laat me bij mijn spullen. Oh mijn god. Gewoon als die met de... Okay, dus dat is hier. Oké. Okay. Oké. Okay. Hey. Hoe durf je? Oh god. No. No. Ik zie het niet. Oh, dit is creepy as fuck. Oh. Jesus Christ. Ah, hij zit vast, hè? Nu is jouw beurt om alleen vast te zetten. Damn it. Ja, dat zag pijnlijk uit. Ah, hey, Jesus. Hoe is het nou weer? Gaan we ook maar weer vastzetten, jullie. Ja. Deze bonen gaan gewoon zijn dingen onder vastzetten. Damn it, oké. Okay. Hup. Nou, weet je wat? Ik ga het niet eens riskeren, die sluk. We kijken het even, dan zag ik ook wel vast. Okay. Oh, vertrouw, ik dacht dat ik iets hoorde. Oeh, hive. En daarboven zitten we zo'n summer sloop verstopt. Ik weet niet wat hier zit, er zal ook wel iets op zitten. Man, cool gebied in ieder geval, maar nog veel te moeilijk om er echt persoonlijk door te gaan. En ik ben er trouwens ook achter gekomen dat eigenlijk is er nog iets te voeren om goed te gaan exploren. Want je moet eigenlijk gewoon beter zijn voorbereid, meer eten hebben, meer betere wapens hebben. Dus ik denk dat ik het inderdaad nog eventjes via hier ga. En dan hou ik het denk ik vrij kort. Dan gaan we terug. En hou het daarop. En holy crap. Wow, die watervallen daar. Oké, daar gaan we 100% nog wel even kijken. Zo, ja, ik denk dat ik tot daar ga ofzo. Ja, en dan keer ik terug. Dat lijkt me een goeie. Dan hebben we denk ik het grootste deel wel gehad eigenlijk. Oh, en we hebben hier zo'n jumpy boy. Spring niet, doe het niet. Oké, gelukkig. Want ik wil op je springen. Huh? Ah. Nou, dat gaat nooit lukken daar naartoe. Okay, ik wil in ieder geval wel terug op deze cliff. If you don't mind, dankjewel. We hebben weer iron nodig. Jesus, hier zit ook veel iron. Oeh. Wacht, we hebben dus 1, 2, 3, 4, 5 iron. Of is er meer? 1, 2, 3, 4, 5. 5 iron. En de rest is verder. Oké, okay, dus 5 iron hier. Wat voor... 6. Wat de hel is dit allemaal? Wat is dit? Impure. Ja, dat wel. Oké, okay, dat verwacht ik wel. Als er veel iron bij elkaar is, is het meestal impure. Oké, okay, dus we hebben... impure iron. Nog een impure. Ja, het zal allemaal impure zijn. Oké.
Dan die twee daar zijn die impure. Oké. Okay. Dus kijk wat daar is. Want dit is wel een heel interessant gebied dan eigenlijk om te gaan zitten. Oh, beetje lag. Ja, allemaal impure. Maar wel zes weer. Dat is maar... Oh. Jezus, wat? Hoe gaan we de lucht? Jezus, de lucht in, hè? Nee. Oké. Okay. Hoe zit het met andere resources? Want anders ken ik meteen alles. Copper. 200, die kant op. Twee stuks. Oh, dat is wel die copper waar ik daarnet was. Daar beneden. Ja, oké. Okay. Dat is niet zo gek ver weg. En dan limestone. Sluk. Oh. Daar is dus het limestone. En daar. En dan verder daar. Oké, okay, dat zijn nog een goed aantal plekken met limestone. Dit is misschien ook een interessante plek om te gaan zitten. Vlakbij die waterval ook. Misschien wel sick, eigenlijk. Jezus, dit is echt sick om dit te zien zo. Ik moet een beetje oppassen dat niks achter me komt. Holy crap, er zit ook een lager ding. En is dat nou een slug daar? Voor mij wel. Maar ik wil daar naartoe. Holy shit, ik wil daar naartoe. Maar dat gaan we niet vandaag doen, helaas. Het spijt me, jongens. We kunnen er gewoon sowieso niet opkomen. Maar dat is sowieso een ding wat er aan zit te komen in de toekomst. Ja, dan gaan we die kant op. Ja, we kunnen niet veel verder meer, want daar wil ik dus niet op. En zo te zien kunnen we daarachter, daarboven kunnen we ook helemaal heen met die dingen. My god. Nou, pak deze powerstluk en ik ga terug naar huis. Dus we hebben nu een goede expedition gehad van deze biome. Ik denk dat we alles wel hebben gezien. Er zijn twee grote goede gebieden om een base te maken. En misschien kan je zelf de base wel verlengen naar beide. Maar ik zit te denken om misschien zelfs al misschien wat verder te gaan zoeken. Ik denk dat we voorlopig met de plek waar we zitten nogal goed zijn. Alleen dan moet ik wel al de spullen gaan wegbrengen van die plek naar een beetje een ander gebied. Maar de plek waar ik echt mijn main base wil hebben, dan wordt nog even goed zoeken. Waar ik dat precies wil doen. Dat is nogal even spannend, zeg maar. Oké. Ja, dan gaan we terug. Dus mooi gebied. Man, ik kan echt niet wachten om de rest van de map te gaan verkennen. Wanneer ik wat beter ervoor gekeerd ben en zo. En dat ik minder hoef te vechten, zeg maar. Of in ieder geval minder lang bezig ben met vechten. Dat is misschien beter om te zeggen. Oké, in ieder geval, ik ben dan zo terug als ik terug ben bij onze base. Oh, ligt die trouwens? Is dit een stukje gewoon puur kool? Oh, hi. Is dit gewoon normale kool? Ja, we hebben gewoon wat puur kool. Nou, laten we een beetje kool meenemen. Want ik heb sowieso heb ik dit nodig voor uiteindelijk als ik dat wil gaan harvesten. En dat is volgens mij een tier 3 ding. Dus dat is na de upgrade van onze... ja, weet het. Dat is na de upgrade van onze elevator. Oh, jammer. En dat wil ik trouwens ook even vertellen. Wat gaan we de volgende keer doen nou jongens? De volgende sessie. Nou, wat ik van plan ben, is voor de eerste volgende sessie mijn base echt puur efficiënt te maken. Oftewel, er waren nog wat probleempjes mee, maar sommige waren nog 50% effectief, sommige 75, sommige zelfs maar 25. Zeg maar, om dat een beetje te verhelpen, dus wat uit te breiden, wat te verbeteren, dat alles lekker efficiënt is. Rock quartz. Een nieuwe resource die we nog niet eerder hadden gezien. Oeh. En als we dat ook even meenemen dan. Dan hebben we dat ook meteen. Oké, okay, voor mij kan ik weer 42 meenemen. Of 48. 46, oké. Okay. Maar ja, dan wil ik dus dat dus efficiënter maken. Dus al een kleine upgrade zijn in de base. Niet zo groot als wat ik nu net heb laten zien. En een paar episodes geleden. Maar, ja, ik wil dat dus gaan doen. En dan gaan we in de volgende episode... Gaan wij... Oh, mag je niet langs. In de volgende episode gaan wij dan reinforced plates automatiseren. En dan ook meteen de rotors automatiseren. En de modular frames. Dus die drie dingen wil ik automatiseren. En op het einde van die sessie, of misschien halverwege die sessie zelfs al, ben ik van plan om de space elevator te upgraden. Want dan is het wel ongeveer tijd om dat te gaan doen, nou, denk ik zo. Zoals je kan zien, de concrete is al helemaal vol. Anders zou dit niet het geval zijn. Ja. Dus ja, maar dat is geen probleem dan als het vol raakt. Helaas. Maar goed. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken van deze episode. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet nog heel lekker achter te laten. En te abonneren. En op het belletje te klikken. Voor meer video's van Satisfactory. Dus bye bye jongens. En tot. Dag.